Zo, we hebben een stalen neus en dus niet schoppen. Gaat. Proberen. Gaat jou goed hoor. Ja, ja. Maar ook de burgers, want wij zijn natuurlijk niet een collectie die uit het koninklijk bezit voorkomt. Wij zijn primair een burgerlijk museum. Dus het zijn de burgers van Amsterdam die het hebben gemaakt. En die willen we ook eren voor wat ze voor ons doen. Het eruit halen van die enorme betonnen gevaartes maakt dat het gebouw omhoog komt. Hier zie je nog waar de muren stonden. Dat waren geen muren van Kuipers, dat waren muren van later. De conservatoren willen eigenlijk bij ieder inrichtingsplan zijn ze bezig die muren weer terug te zetten. Maar die komen echt niet. We gaan waar die zalen van deze schaal bedoeld zijn, krijgen ze ook weer die schaal. En dan zetten we natuurlijk wel eens een groot schipsmodel of iets, een grote heubel in het midden natuurlijk. Voor enige geleding moet je aanbrengen. Maar het wordt niet meer met muren gedaan. Die kijkt of de dakrand recht ligt. Ja, ja, ja. Dat is de plek van de Rembrandt en dat is ook duidelijk aangegeven. Tot nog toe was het altijd de nachtwacht en twee keer Van der Helst. Maar we dachten, we doen alleen de Vrede van Münster. Dan krijg je hier als het ware de drie figuurstukken van de grootmeesters van het figuurstuk. Dus Hals, Helst en Rembrandt. No sé si has visto el pasaje. Da la pena porque la proporción es impresionante. Sí, sí, por eso te he hecho bajar. The main problem of this building is that this building is cut in two parts through the passage. This building had a double role. In one side has to be the National Museum, in another side has to be the gate to the south of Amsterdam. This in the building of the original building of Kuiper, these two entrances were, I think, a bad solution. And we, in this moment, with another capacities of with another medium, we have been able to find a way to combine the problem of the traffic with the central entrance to the building. You can feel the light coming from the top, and this light is going to illuminate the passage. The way to go down and later to discover the courtyards. I mean, the way in which architecture has to do with time. I mean, the way in which you delay the discovery of things. This is something that is so important, no? That you play with the time. And this is important from the dramatic point of view. Because we won the competition because we found this solution. The restaurant would be there. Excuse me. Would be there? Yes. Good. In that courtyard, they would be in the rear. They would be the restaurant, the cafe. And in a little bit lower level, they would be the bookshop. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij
deze belangrijke avond in de hele procedure rond de geliefde onderdoorgang. Vanavond zijn hier allerlei mensen aanwezig die te maken hebben met de alternatieven voor het plan dat door de architecten is neergelegd voor die onderdoorgang. Mijn naam is Marjolein de Lange. Ik werk bij de Fietsersbond in Amsterdam. En op dit moment ben ik hier aanwezig namens het comité Red de Onderdoorgang. Daar strijden wij als Fietsersbond al een hele tijd voor. 13.000 fietsers per dag. Deze trappen, die maken dit onmogelijk. Maar die fietsers aan de zijkanten, volgens ons gaat dat heel veel problemen geven. Hoe lang blijft het hangen? Nou, we hadden bedacht één dag, maar we kunnen een paar dagen. Ik zou eventjes voor we kunnen tot en met vrijdag. Ik zou het gewoon even tot het weekend laten hangen. Dan kunnen en daarna, daar gewoon, precies. Het is te mooi, joh. Ja, ja. Heel fair. Dus, ja. We zijn van visueel, hè? Is een puinhoop. Het is een puinhoop, blijft een puinhoop. Het is gewoon een puinhoop. Ja, je ziet het nu al in de praktijk. Iedereen gaat naar die zijkanten toe en je kunt er niet meer door. Meneer Leeuw, u heeft vandaag mensen uitgenodigd om te komen kijken in de onderdoorgang. Waarom is dat? En wat behelst het laatste ontwerp? Dat we twee hele ruime fietspaden hebben aan de zijkanten en dat de voetgangers door het midden gaan en ook de bezoekers van het museum naar beneden in het midden gaan, terwijl ze vista's hebben op de twee prachtige binnenhoven. Levensgevaarlijk hoor, en het wordt nog erger met al die Japanners en zo. Het leeft wel erg in de buurt, als je de laatste tijd de pers een beetje volgt. Het begint dus een dorpsrel te worden. Nou, dat zou ik een verkeerde betiteling vinden. Het is heel duidelijk dat mensen die hier wonen mee begaan zijn. Amsterdammers zijn überhaupt wel bespraakt, hebben meningen over dingen, laten die dingen zomaar passeren. Ik denk dat deze discussie eenzijdig is geweest en dat we nu een kans hebben. Geachte aanwezigen, mijn naam is zoals gezegd Emiel Jentsch. Ik ben voorzitter van dit dagbestuur in Amsterdam Oud-Zuid, dit fantastische stadsdeel, mag ik wel zeggen. En namens uw gastheer in de avond en ik heet u dan ook van harte welkom. Wij zijn hier omdat het Rijksmuseum aan een renovatie wil gaan werken. En de rol van het stadsdeel is daarbij dat de bouwplannen die voortkomen uit die renovatie, dat die getoetst worden door het stadsdeel. Wij geven dus de bouwvergunning af. En voordat het zover is, vindt nu de inspraak plaats. Het Rijks heeft nooit de vraag gesteld, kunnen wij dit plan bouwen? Het is altijd geweest, we laten ze wat zien. En ze waren al zo ver gelopen dat ze moeilijk meer terugkon. Er was al zoveel enthousiasme bij hen over dat plan, dat zij dachten, nou, met dat enthousiasme overtuigen we die raad wel. En ja, dat heeft nooit een goede klik plaatsgevonden. Ronald Reeuw. Ik denk dat ze niet goed doorhadden wat de rol van het stadsdeel was. Althans, in de volle breedte. Nee, dat begrijp ik. Ja, dat stadsdeel, dat werd een beetje weggezet als een soort Mickey Mouse gemeente. Met wat paljassen die daar zomaar zaten te besluiten. En dat is over het algemeen een houding waarmee je slecht vrienden maakt. Verder hadden we ook echt ambitie om het gebouw van Kuipers weer recht te doen. Het gebouw van Kuipers was eigenlijk ontkend. In de vele moderne... Ze waren al zover dat het was slik of stikken. Van alles waar we mee bezig zijn, is het liefst waar we mee bezig zijn, is power. Wij zijn niet met macht bezig. Wij willen gewoon iets heel moois maken. En dat is ingewikkeld genoeg. En niemand van ons heeft het eerder gedaan. Daarnaast waren er actiegroepen, bijvoorbeeld de Fietsersbond, maar ook nog anderen, die klik wel heel goed wisten te maken. En die wisten heel goed die raadsleden te benaderen. En aan te geven, jongens, er zijn ontzettend veel alternatieven. Er zijn verschillende alternatieven denkbaar. Wij gaan er zo direct eentje presenteren. Die hebben we de Kuipers variant genoemd. Deze variant die heeft dus op deze manier dus vier ingangen. En dan kun je dus op vier plekken het museum inkomen. Bij het ontwerp van Kroets en Lotiets zaten de in- en uitgangen in het midden. Hoe kan je deze ruimte, deze stadspoort zou ik het bijna willen noemen, hoe kan je die kapot maken? Dat is voor mij absoluut onbegrijpelijk. Okay. Ik ga altijd op de fiets en te voet door die onderdoorgang. Die onderdoorgang is onmisbaar. En dit plan vind ik helemaal niet goed. De mensen gaan niet naar het museum voor die aanzienlijke ingang, maar om die schilderijen te bekijken en het gebouw te bekijken. Oké. Ben Anne Offerhaus, bewoonster van de omgeving en fietser.
Wat ik vreselijk jammer vind in het geheel, is dat zo weinig in termen van trots, van wat fijn, wat er gaat komen, wat mooi. En alles wordt gereduceerd tot een voor alle mensen begrijpelijk iets, namelijk een fiets. Dat is voor een Nederlander heel erg begrijpelijk. Hè, maar dan krijg je wel waarin een klein land miniem kan zijn. Dan word je echt provinciaal. En ik heb het gevoel dat, dat heet al mijn arrogantie en mijn trots, maar dat is niet waar. Ik moet voor dit museum het beste willen. En als je dus zoveel miljoenen, honderden miljoenen uitgeeft, dat dan of het fietspad links of rechts ligt, dat dat hetgeen is wat mensen van een project onthouden, dan heeft Nederland op dat moment even niet in de gaten wat we hier aan het doen zijn. Dat is te proberen Amsterdam een positie te houden in de internationale kunstwereld. Mag ik even de fiets hier tegenaan zetten? Ga ik eventjes aan ring zoeken. In the beginning you were very concerned because you have not room enough. Yes. Now you have room enough. But the pedestrians. Then you say the pedestrians have not room enough. Yeah. This word solved. I have. Yeah. You will be happy. I am not. Or you will, will look for another problem. No, I will not look for another problem. I'm very concerned about this because please give me the solution for this because I have heard. Uiteindelijk durft niemand tegen een fietsersbond of tegen een achterban ter steden die van die te fiets gaat. En fietsers zijn wij allemaal, ook ik ben een fietser. Hè, daar durft niemand nee tegen te zeggen. Waarom? Omdat ze de volgende keer weer gekozen moeten worden in de gemeenteraad. En die mensen allemaal fietsers zijn. En het meest aanstootgevende punt was het feit dat ze wilden gaan bouwen in die onderdoorgang. Dat is openbare ruimte, dat is van het stadsdeel. En daar heeft de deelraad een uitspraak over gedaan. Die ze hebben gezegd, wij willen niet dat er gebouwd wordt in die onderdoorgang. Unaniem. Fractie GroenLinks, fractie D66, fractie VOZ, fractie Zuid en Bijbelangen, fractie Amsterdam. De planning is nu opgeschoven, eind 2009, nu op zijn vroegst. Maar ja, je moet hopen dat er geen kink in de kabels komen, want dan schiet je toch weer door naar 2010. En ik begin een beetje ongeduldig te worden. Als het gaat zoals we hopen, dan zouden we in januari van 2007 aan het bouwen kunnen gaan. En dan is het 2,5 jaar bouw en een half jaar inrichting. Het nieuwe Rijksmuseum is niet alleen maar bakstenen en luchtkanalen, maar gaat ook om een nieuwe manier om de collectie te brengen. Het oude museum dat was eigenlijk een museum opgedeeld in verschillende afdelingen naar de verschillende verzamelgebieden. En wat we nu gaan doen is, we maken een verhaal door de tijd. We beginnen bij de middeleeuwen, dan gaat het hele gebouw door en dan eindig je bij de 20e eeuw. Het Rijksmuseum is een gigantisch museum met ook een gigantische collectie. We zeggen wel eens, ze hebben meer dan 1 miljoen objecten. Dat betekent dat toen we van het oude museum naar het nieuwe museum met de plannen begonnen, werd al snel duidelijk dat we aan oppervlakte zouden verliezen. Dus we moesten selecteren. Er is een regiegroep, daar worden grote lijnen geschetst en binnen die grote lijnen gaan dan weer werkgroepen aan het werk. Er zijn er zo'n 14, 15 en zeg maar, dat geldt voor de 17e eeuw of voor de 18e eeuw. Die werken die plannen helemaal uit tot op het voorwerp, dus ieder voorwerp wordt gewoon zijn plek gegeven. Well, no, that's very good. If you have the William IV chairs here, yeah, then the portrait obviously goes back here and you have the two busts. Yeah. Because he was his artistic advisor. You have the two busts, the theater, and you bring the gold possibly in that connection as well. So this goes there, this goes here. And that goes there. Het idee is natuurlijk dat het interessant wordt dat je, ik ben in een andere eeuw. Dat hebben wij in de 18e eeuw bijvoorbeeld heel erg naar voren proberen te brengen. Dat was heel erg het uitgangspunt van ons eerste plan, om een soort sfeer te creëren die hele halve verdieping lang herkenbaar zou zijn en waardoor je eigenlijk zou weten, ik ben een beetje in een andere tijd. En dat je echt dat gevoel voor tijd krijgt wanneer je er doorheen loopt. En dat je echt, als je van die 17e eeuw naar die 18e eeuw toe loopt, in een hele andere tijd terechtkomt. Daar verheug ik me heel erg op.
Er wordt dus heel veel op papier bepaald. Ja. Is it decorated on the back? Wonderful decoration, of course. Is it fully decorated on the back? Absolutely. You can even see that in the photograph. Oh, we can have a mirror. I have to say, I think it's completely ridiculous discussion. Ridiculous. You don't put the carpets in a showcase. You don't put the tapestries in a showcase. We're going too far. That no, is that's true. But lighting this is the final extremely important when you have tapestries. Het is mij langzamerhand erg abstract geworden. Dus je kijkt zo vaak naar die. Ik hou heel erg van inrichten, maar wel als de dingen er ook zijn, bij wijze van spreken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dit is de helft van de zaal hier, dus hangen we hem hier op. En doen we deze, doen we er tegenover, ongeveer. Deze, ja, of doen we dit gewoon hier erbij. Ik denk dat we dit gewoon hier erbij doen, deze hier. Deze links en die rechts. Die en die. Daar de admiraliteitsstukken. En dan kom je hier in dit deel van de zaal. Heb je de grote Karel du Jardin. Hier komen we binnen vanuit de middeleeuwen, katholieke tijd, de krochten van het Rijksmuseum. Op de eerste verdieping waar we eigenlijk het protestantisme binnenlopen. Dus we beginnen met de beeldenstorm, de strijd tegen de Spanjaarden. Nou, aan het eind van deze zaal is een wand gepland. En op die wand komt de schilderij van Cornelis Ketel te hangen. Het schilderij is heel lang niet aan het publiek getoond. Het hing altijd in depot. Heel smerig, totaal vergeeld. Het had ook behoorlijk geleden, want het heeft in die doelen gehangen waar die schutterstukken hingen. Nou, er werden feesten en veilingen gehouden, dus daar werd behoorlijk ruw mee omgegaan. Kijken de eerste keer, omdat we dachten, ja, dit wordt een belangrijk stuk in het Nieuwe Rijksmuseum. Er zaten gewoon 13 scheuren in. Het is in de 19e eeuw een keer gerestaureerd, maar je ziet echt bobbels erin en zo. Nou ja, dat schilderij gaan we nu schoonmaken. Die gele vernis die gaat eraf. Dan wordt het opnieuw worden die gaten. Schutters die beschermden de stad tegen de Spanjaarden en tegen onrusten in de stad. En dit is een van de eerste schutterstukken die we hebben. Die is gemaakt na die beeldenstorm. En een van de laatste die we hebben, nou ja, dat is Rembrandts Nachtwacht uit 1642. 1648 wordt de vrede met de Spanjaarden gesloten.
ja, wat ik natuurlijk toch een soort van droom is dat hij hier schittert in plaats van dat hij in het depot hing. En hier krijgt hij ook door die nieuwe opstelling, doordat je hier binnenkomt uit de middeleeuwen en loopt naar die opstand en naar die beeldenstorm, die het gevecht tegen de Spanjaarden, krijgt het schilderij hier ook echt een functie in het verhaal. Het is een schilderij wat echt een impact heeft. Als je de zaal binnenloopt en je ziet het, ja, dan is het de bedoeling dat je echt denkt, ja, dit zijn de mannen die de steden verdedigden en die de bijzondere wapens verstaan ze mee. Ja. Het is een moment van crisis, maar ook van een veelbelovende toekomst, want er wordt gevochten voor de Eerste Republiek. Het is de Eerste Republiek na de Romeinen. Dit staat daar in zekere zin voor. We're going to talk about entrances. Entrances. Any entrances. Mm-hmm. What we are proposing is quite reasonable, quite modest. It's not any pyramid. It's nothing risky or arrogant. So till now, we haven't found nothing better. We are forced to do something else. So we better skip to a solution that uses one of the sites or come up with something completely new. If this is the passage, the Kuiper's variation makes four entrances here. That's a mess. The Kuiper's variation is something that makes me wild. But this Kuiper's variant is also, with the project now, a mess. I'll tell you something. Yeah, this is a matter of pride. Huh? I am ready to do any solution, but I'm not going to build the Kuiper's variant. Okay. Well. Clear. Good. I'm just we asking. We are blamed of being arrogant, and we are not going to do that because it's not a good solution. There is no. We'll have to change the whole routing of the museum first. We have to re-study again. I'm tired of doing. I understand the purpose of your question, and I would like. May I perhaps? I just want to be sure. I don't want to get you angry, but I want to. Do you have a piece of paper where I can put this all? Now here comes the Ronald DeLille variation, which will never be published. I have a feeling sometimes about the coup d'etat, des adieux in Fontainebleau, and I thought, is there something that you have indeed in the middle, an entrance, and you make a coup des adieux idea, that you enter on a platform and you disperse to the sides, not entering on this platform, but getting a dialogue of two staircases, doing something beautifully complicated. But is that an approach that has any future in it? And so, Ronald, because I think that the problem, we have one courtyard here, another one courtyard here. If we make this, we are making this wider and bigger. So we are making the problem bigger, doing these sort of things, because we are, well, in a certain way, we are
put in the courtyards even farther than they were between them, no? So this was... Well, my idea would be that this would be kind of... so that you'd unreach this thing. We have been working with this solution for the very, very beginning. And this is why the jury of the competition award this solution. So it's it could be sad, but it can also be quite ridiculous. So this can also have a funny side. Because won the competition because we found this solution. The solution, no? Now the solution... and the reason why we were selected had been rejected. Okay. Are we the one who had to make this project? Maybe not, because our solution had been rejected. And our reaction is to first be very upset, and later to consider which other possibilities are they. Vulgar. The solution that we are going to do is very vulgar. Okay, you are banal. It's banal. Ik vind dit gebouw even belangrijker als dat ik een vrouw zou hebben. Ja, daar zou ik goed voor zorgen. En ja, dat is ook mijn hartwens hier in dit gebouw. Vandaar ook dat ze hebben me gezegd, nou, wij stellen Leo aan als huismeester. Ik heb een fotografisch geheugen. En ik controleer alles iedere morgen en iedere avond. Tot in de detail. Ja. Waar ik naar kijk is scheuren die bij mij al bekend zijn. En die hou ik toch continu in de gaten, omdat je nooit weet wat een scheur doet. We hebben zoveel eruit gehaald. Je hebt het gevoel dat het gebouw helemaal gaat ademen. Ja. Het ademt, het praat tegen je. Het praat ook niet echt tegen je, maar je denkt dat het tegen je praat van zo, kom je mee vandaag weer op bezoek bij mij? Zo is het, ja. Ja, met Taco kunnen wij naar binnen toe. Alsjeblieft. Dankjewel. Naar beneden eerst, schilderij. Je moet ook hier naartoe. Aha. Want je moet ook hier komen. Want hij is we kijken ernaar omdat het is een heel groot ding. Het hangt in de zaal van de zeestukken. En in een kunsthistorische context is het niet een topper. En moet er dus dingen afvallen waarvan je zegt van ja, liever hangen we een heel goed schilderij op dan dit schilderij. Wat ik interessant verder aan dit schilderij vind is van... je ziet hier wel op een andere manier in terug hoe de belangrijkste admiraals
de grote mannen van het land zijn geworden. He, dit is een opdracht van de Ruiter geschilderd voor zijn eigen huis. Als je bij de Ruiter ging eten, dan zat je voor dit schilderij. Het is natuurlijk gewoon een showpiece, dat hing je op een afstand. Hij zit er niet alleen maar als hoofd van de familie. Maar zie je hier een belangrijke admiraal die hoofd van een gezin is en een belangrijke functie vervult? Of zie je een belangrijk hoofd van een gezin? Ja, nou ja, ik vind het dus voor de zeezaal in die zin wel problematisch, omdat het dus, het is geen vechtstuk, zo gezegd. Maar geen boot te zien. Geen boot te zien. Maar dan kom ik op jou, waarom is het niet kunsthistorisch zo van belang? Ja. De restauratiegeschiedenis is dus een gruwel. Zo'n centraal stuk van het schilderij, dat springt in het oog. En dan moet je afvragen of je moet doen. Maar ja, of we moeten er nog een keer naar laten kijken hoe het zit met de restauratie. Maar ik vrees dat het niet goed te maken is. Die sneuvelt. Bij deze zeggen, daar is het heel interessant dat we weten dat ze voor Tromp zijn geschilderd. Ja. We kunnen het in dat ensemble plaatsen. Ja. Nou ja, dit propaganda. Dit stimuleert de herinnering aan zijn slagen, toch? Ja. Ik bedoel, zo wil je het ook brengen. Ja. In de... Het blijven ook weer propagandastukken. Het blijven composities. Ja. Ja, ja. Maar ja, voor mij is het zo dat ik totaal gefascineerd ben door, door de gek die dit heeft gemaakt, als het ware. Dat je dus ziet... die krankzinnige arseringen. Het is toch helemaal dat je denkt van, hé? Een gigantische prent, maar het is geschilderd. Nee, dit is natuurlijk heel uniek dat we het hebben. En we hebben er nog veel meer. Hè? Als je dit vergelijkt met het familieportret van de Ruiter, ja, dan staat het voor mij buiten kijf. Dan laat ik liever dit zien dan dat familieportret. Ja. Dit is dus Van der Hels probleemstuk. 8 meter hing vroeger rechts van de nachtwacht. Maar omdat de deuren worden veranderd, komen er 2 deuren. Waardoor hij helemaal niet meer zou passen. Ik vind het dus wel echt een probleem. Want dit is eigenlijk een stuk wat je toch echt wil tonen. Nou ja, omdat het formaat is, dus het kan niet allemaal... Okay, this is the first time that I will be presiding this meeting. Uh-huh. So, the first is the new study center. So please give a presentation to us all. This would be the working process about the study center, the new study center, what we can call it. We were kindly suggested by the project management to check if we can do this smaller, because there was a certain panic in the justified panic, let's say it's way. So this would be from south, seen from the museum plein, from south also. Bij de allereerste vergelijking van wat is er nodig tot wat kan het gebouw geven, was al duidelijk, er moet iets bijkomen, want er moet een aanzienlijke functies voor depots, voor boeken, opslagprenten, studiezalen, etc. Dat zou het nieuwe complex voor het bibliotheek- en prentenkabinet worden. It's quite a big impact it has from the museum square still. But I mean, I wouldn't have a solution. But I just wondered if you have given it thought that may be the basic point of where people get worried, because it's a big block. In the beginning, this element was smaller, but later the pressure of the museum asking for more meters, that I know you need them, but was making the building higher. Wat? Nou, het is
in beginsel natuurlijk het voor veel mensen aanvankelijk ongewone en dus wat reserve oproepend iets dat je een heel vertrouwd patroon, zoals het Rijksmuseumcomplex nu is. Iedereen is er volledig aan gewend. En dan komt opeens iets, een soort vreemdkörper komt daartussen. Waarvan men denkt, hé, moet dat nou? En nee, daar ben ik tegen. En zo. En dat soort reacties is, dat zal hier ook gebeuren, weet ik zeker. So we were set to work on it. And let's going to eliminate one floor. That would be to make it like that. Would be one floor less. Yeah. Well, one floor more, one floor less. One floor less, one floor more. That would be a very simple question. I think that if you take the lower one, I think we should convince Velstein. No? No? And if you present it first with the old solution, yes. Then go back in two steps and say this is it. Like you did tonight with us. But in the same meeting or three meetings? No, in one. For the Wellstone, you can do that in one meeting. No, no, no. I presume. Yeah. Toen we de tekeningen kregen van Kroes en Ortiz, toen heb ik daarnaar zitten kijken. Maar hoe dat gebouw nou echt werkt, krijg je toch niet van die tekeningen af. Ik dacht, als ik met mijn eigen handen het ga maken, dan zie je veel meer hoe dat gebouw werkt, hoe die ruimtes werken. En dat was ook echt zo. Dan merk je dat de plafond van het trapje is ook een de vloer waar je bovenop weer een beeld hebt staan. En dat haal je toch niet van die tekeningen. Ik ben een weekje thuis gaan zitten. Ik heb ook echt niks meer anders. Kon ik aan niets anders meer denken. Ik dacht, dit moet nu af. En dat was enorm. Ja, dat heeft mij echt heel erg geholpen om het de ruimte te kunnen voorstellen. Het feit dat je collectie in een apart nieuw gebouw komt te staan, dat is fantastisch. Dat is een kans die één keer in je leven voorbij komt. Maakt je ook wel. Ja, realiseer dat jij verantwoordelijk bent voor hoe dat er straks uitkomt te zien. Als het niet goed is bij de opening, dan hoor je dat natuurlijk ook. Dus ik word toch al af en toe 's nachts een beetje wakker ervan. Dat moet ik wel bekennen, ja. Waar maak je dan speciaal zorgen over? Nou, dat het niet goed genoeg is, dat je het niet goed, niet vernieuwend genoeg, niet spannend genoeg. We moeten echt zorgen dat het, dat je daar binnenkomt en dat je een emotionele reactie krijgt als je die ruimte betreedt. Het is natuurlijk ook leuk als je straks over 40 jaar met je kleinzoon over zaal kunt lopen en zeggen dat dit heeft opa gemaakt. Daar was hij bij. Dat is wel, ja. We hebben twee Japanse beelden van tempelwachters, waarvan ik enorm hoop dat ze in het paviljoen voor Aziatische kunst kunnen komen. Omdat we eigenlijk voor de Japanse sculptuur geen focus hebben, geen stukken met echte statuur. En dat zou ontzettend mooi zijn als die er zouden komen kunnen staan. Buiten dat zijn het grote beelden. Het zijn beelden van meer dan 2 meter hoog. Dus dat heeft op zaal, heeft dat iets. Enorm dat Ronald Leeuw ze ook mooi gaat vinden. Zodat we ze straks in het paviljoen kunnen gaan neerzetten. Het zou echt fantastisch zijn. I think they're very expressive. Huh?
Yes. They're 15 to 39, so it's really the... And the 2.20 meters, so they're more than life size. Yeah. Especially in Japanese terms, they're more than life size. Indeed. Yeah, double. Can you tell me something about the dealer? He's quite reliable, but at the same time, quite tough. Oh. Very serious. Serious money. Yes. So thank you for coming. Nice to meet you. Very nice that you are here. Very nice. Yes. I can see them standing in the entrance. Just one open mouth and a closed mouth. Yes. Yeah. Alpha Omega. Ik was wel geëmotioneerd eigenlijk, want ik vond ze heel erg mooi. En ik wou ze dus ook... Ik had gelijk al grote begeerte naar deze beelden toen ik ze zag. Foto's waren indrukwekkend geweest. Maar om die dingen in het echt te zien is toch heel anders. Ik vond ze echt veel niet tegen. Integendeel, was echt heel sterk. Ik zag ze zo staan met die prachtige gebaren. Ja. Pittig en vrij dominant in het geheel. Ja. We hadden met name moeite met de hoogte. Het komt er nu ook op. Ja, vind ik prima, maar dat mag ook. We waren met z'n allen niet zo verliefd op dat ontwerp als dat we waren op het onderdoorgang ontwerp. Nou, je merkt gewoon dat mensen inderdaad wel rondlopen met het idee van er gaat wat veranderen en het gaat niet door. En dat krijg je via de wandelgangen krijg je al het een en ander wel te horen. Er zou discussie ontstaan over dat ontwerp. Ah, het publiek, het volk van Amsterdam, de burgers van Amsterdam. En in de totale zichtlijn en de beleving van het museum zou er echt even iets bovenuit steken. Het was niet cruciaal voor de totale slagen van het project. En op het moment van het presenteren in Den Haag wist ik het eigenlijk niet. Tot eigenlijk de stuurgroep gewoon wel duidelijk aangaf dat ze het eigenlijk al voor die presentatie al wel... duidelijk hadden dat de situatie anders zou gaan zijn. De publieke opinie over dat stukje ontwerp schatten we in als zeer moeizaam. Dus ook al hadden wij de presentatie toch goed voorbereid, bleek dat, dat er toch al een beslissing was genomen van tevoren. Dames en heren, van harte welkom. We hebben een bijzondere bijeenkomst. In de stuurgroep is eigenlijk al dit punt aan de orde geweest. En toen is het in die vergadering eigenlijk al besloten dat het niet zou worden voortgezet, maar dat er voor een kleiner gebouw zou worden gegaan. En toen ik dus naar binnen ging met de staatssecretaris en de minister, toen werd dat nog eens een keer verklaard en herhaald. En het was eigenlijk een hamerstuk, het ging eigenlijk heel snel. Maar dit was ook zoiets, we waren en ze allen niet heel erg verdrietig daarover, nee. Het
Ja. Hoe hebben die gereageerd? Ja, die waren, of zo zacht gezegd, zeer teleurgesteld. Ja, onthutst of geschokt en wat dan ook. Maar, dus ik heb een tijdje tegen Antonio aangepraat. Die zei vervolgens, joh, ik moet er even over praten met de andere Antonio. Ja, yeah, this is not going to work, making all kind of alternatives, etc. We said, yeah, it is, if you want a building here, it is a different building than if you want a building there. But so we have been working for 3 weeks in the building, in our position. And it's almost finished. Yeah. In this moment. Ik vond het een mooi ontwerp. En, ja, ik heb er al veel van gezien en ook van veel kanten op veel manieren. En ik moet eerlijk zeggen, ik begon het steeds mooier te vinden. En ik vind het een beetje jammer. Ik mis nu toch iets waar ik me op verheugd had. Ja, het nieuwe, wat ook een beetje naar boven reist. Wat je ziet als een beetje symbool van het vernieuwing. Me, dat had ik zeggen. Ik denk dat also you of the of whatever had to say to Ronald Daleo, okay, Ronald, you cannot be the one who decide where to put the building because of your personal taste. Or if can he? Can he? Can he? I don't know. No. Rosa, ¿me pasas Antonio? Het is tijdverlies. Het is motivatieverlies, maar ook niet onderschatten. Een ontwerper die steekt daar ergens zijn ziel en zijn zaligheid in. En die werkt naar iets toe, naar een climax. Nou heb ik. Hè? Nou heb ik het. En dan zegt men, ja, toch niet goed genoeg. En dan, ja, dan zeg je op het begin weer opnieuw. Dat is toch even slikken. Parece que esto es un empeño de Ronald. Sí, salió claramente que esto es un problema de él. Él siempre se escuda en que otras opiniones, no sé qué, pero es él es el que decide, él decide. Ik vind verliezen niet erg, maar moet je wel eens gevochten hebben. Hè? En dat heb ik een beetje gevoel, dat mis ik nu. Hè? Vechten voor een ontwerp doe je als je. Kijk, de architecten hebben daar een iets andere positie dan ik. Ik vecht voor mijn museum. Dat moet het museum worden wat ik me voorstel dat het publiek straks moet worden aangeboden. En ik heb ook het belang dat het op enige termijn ook nog eens klaarkomt. If we continue in this way reducing, then we are going to be, how to say, we are going to lose our excitation about that project. We don't know what to do if we are going to continue with the project. We are going to retire from that project. That's the situation. We are going to the airport.